Een lang gekoesterde wens van het K.M. Munk College uit Hoofddorp ging vrijdag 13 november in vervulling. De leerlingen kunnen nu ook 's avonds naar school. Deze avond kwamen niet alleen leerlingen, maar ook ouders, docenten en andere belangstellenden naar deze school voor de opening van de Sterrenkoepel. Het K.M. Munk College is al jaren een school waar het beta-onderwijs een belangrijke plaats inneemt. Dus het is niet de science van de boeken in de science class. Maar het is echt de science van het onderzoeken en het buiten bekijken hoe dat toegepast wordt. En daar zitten echt unieke dingen bij die het voor mij als leraar ook weer heel erg leuk maken om in die klas les te geven. Want ik kom ook op plekken waar ik voorheen niet kwam. Na de officiële opening hield professor Vincent Ike een lezing over sterrenkunde. Hij vertelde over het ontstaan van het heelal en nieuwe planeten. Misschien besef je het niet, maar ons hele heelal zit helemaal vol met baby's. Maar zoals eigenlijk iedereen beseft, begint het leven met de dood. En zo is het ook in het heelal. Sterren ontploffen aan het eind van hun leven. Dan zou je je afvragen, gaat dat met onze zon ook gebeuren? Oh ja, zeker. Dus zet je maar vast grap, over 5 miljard jaar zijn we hier niet meer, want dan zal onze zon ontploffen. Dus voor die tijd moet u zien dat u allemaal die telescoop hebt gebruikt, want anders komt u er niet meer aan toe. Bij een ontploffing van een ster worden zware elementen het heelal ingeslingerd. En daar zie je hier een foto van een ster die al een hele tijd geleden is ontploft. Dus planetenbaby's, sterrenbaby's, worden gevormd uit de overblijfselen van dode sterren. Na de lezing konden de aanwezigen vragen stellen. De antwoorden waren voor de jongeren aanleiding tot nadenken. Ouderen kwamen tot nieuwe inzichten. Zo werd de vraag beantwoord of er wel ruimte is voor het heelal om verder uit te dijen. Ons heelal dijt uit omdat er steeds meer ruimte bij komt. Vroeger was er minder ruimte dan nu. Morgen zal er meer ruimte in ons heelal zijn. En dus vervalt de vraag, wat is er buiten het heelal? De ruimte van het heelal is de ruimte van het heelal. Er komt alleen steeds meer bij. Je kunt op basis van het oerknalmodel uitrekenen hoe lang het geleden geweest is dat er in het geheel geen ruimte in het heelal was. En dat is 13,7 miljard jaar geleden. Vanwege de relativiteitstheorie van Einstein weten wij dat niet alleen toen geen ruimte was, maar ook geen tijd. En daarmee vervalt dus ook de vraag, wat was er voor de oerknal? Het K.M. Munk College heeft waarschijnlijk als enige middelbare school een eigen sterrenwacht. Het is zeker uniek dat hier zo'n telescoop staat. Ik ken zelf geen enkele andere school die een eigen sterrenwacht heeft. En het is belangrijk om iedereen erbij te betrekken. Het gaat er helemaal niet om nieuwe sterrenkundigen te kweken. Het heelal is zo mooi en zo groot. Het is er voor iedereen. De leerlingen kunnen al snel gebruik maken van de sterrenkoepel. Nu is het alleen nog hopen op een heldere hemel. Als je dat vandaag plant en je zegt van nou dat willen we volgende week doen, dan is het volgende week geheid bewolkt. En moet je dat een paar dagen uitstellen en dan komt nog een keer zo'n fase. Het is inderdaad een kwestie van deze jongen opstellen in de ruimte waar die voor bedoeld is. En wat mij betreft is het een kwestie van dagen voordat we echt aan de gang kunnen. En ik denk dat wat we nu hebben staan, dat we daar ongelooflijk trots op kunnen zijn. Dat is echt uniek, denk ik. De school kon nog niet vertellen of ook andere geïnteresseerden dan de leerlingen het heelal kunnen bekijken.